Oproep van de familie Rebecca Groenendijk. Cold case. Bericht van de familie. De nieuwe flyer is gemaakt voor ons. Hebben ze dat niet mooi gedaan? Het zou fijn zijn als jullie die uit willen printen, want over een week begint de herfstvakantie weer. Als iedereen deze voor ons op wil hangen bij menege, privéstallen, etc., dan hebben we meer kans. Oké, okay, het is lang geleden. En ze is inmiddels. bijna acht jaar ouder. Maar haar gezicht zal er echt nog wel in zitten. Misschien haar kleur haar niet, maar de liktekens op haar armen, et cetera, van het tractorongeluk door het prikkeldraad zullen er echter nog wel zijn. Net als haar tatoeage van het vliegend paard met de woorden: Leonardo, mijn toornak, spirit of my life. Kleur van haar ogen zijn blauw. Ze is 1,63 meter lang, ze heeft een tenger postuur. Ze leek altijd wel jonger dan ze was, dus eigenlijk verwacht ik niet dat ze veel veranderd is, is onze Pippi. We missen haar en we blijven hopen op de gouden tip. En daarvoor hebben we toch echt zoveel mogelijk hulp bij nodig. Misschien als jullie dit voor ons willen doen, dan heel graag, want nog steeds is ze. Nog dag en nacht in onze gedachten. Het blijft een nachtmerrie. Hoe of wat maakt niet uit, als we maar weten of het goed met haar gaat en of ze hulp nodig heeft. Want dan zetten we alles op alles daarvoor, maar ik neem aan dat ze dat wel weet. Ik heb contact met iemand die zelf vermist is geweest. Toch wordt er meer duidelijk dan. Binnenkort zal ze haar verhaal hier plaatsen, gewoon onder Rebecca Groenendijk vermist. Want anonimiteit blijft toch belangrijk. Dus Rebecca, als je meeleest, dan hoop ik toch dat je haar verhaal ook goed leest. Ik ben meer gaan begrijpen waar ik niet het besef van had. En gelijk hoop ik dat dit verhaal jonge vrouwen kan redden. Want zie zoveel vermissingen tegenwoordig dat het gewoon eng is. En zoveel ellende, want het hele gezin wordt ontwrichting als je niet uitkijkt. Krijg hoe dan ook een klap. Dan denk ik niet eens aan mijzelf. Maar ook aan je pa, je zusje en je stiefzusje, je neefje en nichtje, je ooms en tantes, etc. Dat gezondheidszorg eronder leidt is algemeen bekend. Daar kom je niet onder uit. Of je moet geen gevoel hebben. Dus, alstublieft, willen jullie ons helpen met de flyers? Bij voorbaat dank. En Becky, laat nu eindelijk eens wat van je horen, kind. Hier is het leven gestopt. Want stel je voor dat we jou zouden missen. Stel dat je naar huis komt. Nergens zit je op je gemak. De zin is er vanaf. Eén telefoontje, één briefje, desnoods naar een ander. Maar laat wat van je weten, alstublieft. We houden van je. Heeft u informatie? Bel dan de politie op 0900 8844 of 0800 6070. Of bel misdat anoniem op 0800 7000. Wilt u op de hoogte blijven van vermiste personen? Abonneer dan alstublieft ook op ons YouTube kanaal, want ze kunnen en mogen niet gemist worden. Dank u wel.